Een groot deel van de Surinaamse bedrijven heeft geen duidelijk beleid als het aankomt op seksuele intimidatie. Dit haalde minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gisteren aan in de Nationale Assemblée. Het agendapunt binnen het parlement was de behandeling van de ontwerpwet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en de ontwerpwet Gelijke Behandeling Arbeid. Uit de 70 geregistreerde cao's is gebleken dat de ondernemingen geen expliciete bepalingen hebben opgenomen omtrent geweld op de werkplek. Er zijn wel bedrijven die een aparte hoofdstuk met betrekking tot behandeling van klachten en wensen als bepaling hebben opgenomen, maar die lijken niet van toepassing op geweld, intimidatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Het gaat hier meer om de interpretatieverschillen omtrent de cao. De meeste cao's hebben ook geen verwijzing naar seksuele intimidatie. Kuldeep Singh zegt dat binnen de wet de definitie van intimidatie ruim is genomen en dit automatisch stelt dat de verbale en non-verbale handelingen zijn meegenomen. Het gaat bij intimidatie meer om de sfeer die er heerst op de werkplek en wel door hetgeen gezegd wordt en wat er te zien is en hoe de leidinggevende en collega's zich tegenover elkaar gedragen. Verder zijn we het eens met het lid dat betrekking tot de begeleiding, etc. Daarvoor wordt de werkgroep Commissie Inclusiviteit ingesteld om met maatregelen te komen. Definiëren pesten. Het lid Vreedzaam vraagt ook, voorzitter, om pesten apart te definiëren. Wat dit betreft kan ik uw college mededelen dat pesten een vorm is van geweld conform artikel 1 lid 1g. In de definitie wordt het als voorbeeld genoemd. In de memorie van toelichting worden ter verduidelijking van pesten 11 meest voorkomende voorbeelden genoemd. De bewindsvrouw is gisteren ingegaan op vragen van DNA-leden over de twee wetten. Begrippen die gepaard gaan met seksuele intimidatie zijn goed omschreven in de wet. In bepaalde gevallen zijn er zelfs voorbeelden aangehaald die een duidelijker beeld weergeven.